Hey YouTube en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe we een oude T5-lamp van een Jewel aquarium gaan vervangen voor deze LED Exchange Tubes van Cera. Eigenlijk heel simpel, maar ik wil het jullie wel graag laten zien. Wat heb je daar nou voor nodig? Allereerst twee setjes, in dit geval want ik heb twee lampen. Per lamp één setje LED adapters T5. Deze adapters die schuif je in de aansluiting van je TL-verlichting, T5-verlichting, zodat de balken daarin kunnen. Dus 1, 2 voor twee lampen. Dan heb je natuurlijk twee lampen nodig. In dit geval één keer de Daylight Sunrise. 8,20 is dit. Dus voor mijn meterbak. En één keer de Plant Color Sunrise 8,20. Ook voor mijn meterbak. Uiteraard. Dan heb je nog een LED-driver nodig. Die zorgt ervoor dat je energie hebt voor je LED-verlichting. Een LED Digital Dimmer. Deze kan soms opgang, soms ondergang, wolkenvelden en dergelijke simuleren. Altijd leuk. En een triple cable. Daarmee voorzie je de boel van de stroom. Kun je twee lampen op aansluiten vanuit je dimmer. Let's go. We gaan deze even in elkaar zetten. Eerst even uitpakken. Oké. Allereerst heb ik hier alle kabels. De stroomtoevoer, de adapter. De triple cable, die maakt van één kabel drie uitgangen. En de dimmer. Hoe ga ik die aansluiten? Super simpel. Ik sluit deze aan met dit stekkertje. Op dit stekkertje op de dimmer. Dat is een vrouwtje en een mannetje en dat doet zo. En dan sluit ik de triple kabel. Dat is het vrouwtje en dat is het mannetje weer aan op de andere stekker die op de dimmer zit. En deze, die gaan allebei naar de lampen. En dan heb ik nog een kabeltje over die je eventueel nog voor een derde lamp zou kunnen gebruiken. Super simpel dus. En dan heb ik hier de lamp, één van de lampen. Daar zit een vrouwelijke ingang op. En daar kun je dus deze kabel zo insteken. En dan kunnen ze boven de bak. Dit zijn de adapters die je op de LED-balk gaat zetten, zodat je ze in de T5-verlichting kan steken. Dus dat je ze gewoon in de bestaande armaturen kan hangen. Die schuif je er dus gewoon. Tadaa! Dat neem ik even aan. Dat gewoon zo klik. En even kijken dat ik ze goed doe. Klik. Nou, en zo ziet het er dan uit als het er eenmaal in zit. Zoals je ziet passen ze met adapters gewoon prima in de balken waar je normaal je T5 balken in zitten. Ik moet ze nog even draaien dat de lampen de goede kant op komen, zie ik nu. Ik heb ze op de kop zitten, heerlijk. Maar we gaan ze eens installeren op de bak. En zo is de verlichting hartstikke mooi wat mij betreft. Beetje flikkering op de bodem. Hij is minder fel dan ik had verwacht. Hij staat nu op zijn felst. Hij doet ook soms opkomst en soms ondergang. Waarbij hij binnen een kwartier van volle verlichting afzwakt naar geen verlichting. Dus geen geflits meer voor je vissen. Scheelt weer wat stress. Bij de zonsondergangen, die heb ik inmiddels een keer gezien. Dan zie je dat het heel rood wordt op een gegeven moment. Het heeft wel een mooi effect. En ik kan me voorstellen dat in de huiskamer wat rustgevender is. Ook, en voor je vissen wat rustgevender is als het langzaam afbouwt de verlichting. In plaats van dat het in één keer aan en uit gaat. Maar ja, mijn vissen komen er hartstikke mooi onderuit. Let vooral niet op de inrichting van de bak, want die is nog rommelig. Ik ben hem aan het herinrichten. Dat krijgen jullie later nog te zien in de video. Maar dit is dus de verlichting. Ik ben er blij mee. Nou, dat was hem dan. De Cera Light Exchange LED verlichting. Mijn T5's zijn vervangen. Ik ben er erg blij mee. Heb je nou toch nog vragen over deze verlichting die niet beantwoord zijn in deze video? Stel hem hieronder in de comments. En waar kan je ze kopen? Ik heb het besteld bij Aquarium Gek in Oosterhout. Kijk op www.aquariumgekwebshop.nl. Daar kun je ze bestellen. En er zijn heel veel meer winkels die ze bestellen, waar je ze bestellen kan. Dus vooral lekker doen. Ik zeg tot de volgende video en later!